kaarsjes. Leuk toch? De cocktail zeker. Past echt bij een prinses. Ja, jullie zien helemaal een stukje. Mooi, hè? Hey, hallo. Zijn jullie er ook alweer? Nou, ik ook hoor. Ja, natuurlijk. Wij houden elkaar wel gezelschap, of niet dan? Maar ik wens jullie natuurlijk wel weer even een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer woensdag 28 april. En ja, alles is weer open. Ja, je kan weer naar binnen. Dus ja, even een terrasje pakken ga ik straks doen. Ik ga even mijn hondjes uitlaten, dan ga ik eventjes de stad in op mijn scootmobiel. Ja, want gisteren weer te veel gedaan en eergisteren weer te veel gedaan. En ja, dan moet je het wel weer even bezuren. En dan, even kijken of ik het een met ander kan scoren. Ja, als ik al wat koop, dan laat ik het jullie uiteraard zien, lieve vrienden. Ik moet hier om een kattenstaart uit te kijken. Even anders gaan zitten, zo. Hé, hey, wat jij daar ook, meisje? Kom jij ook even binnen kijken? Hé? Hey? Onze rijke, onze kleine grote meid. Onze grote grote meid en onze kleine grote meid. Ja, zo is het. Ja, en ze hebben gisteren allebei overgegeven. Ik moet ook de hondenmand nog schoonmaken. Die ligt onder de picknicktafel. Dus, komt er goed. Ook loopt er eentje met nu nog een container te sjouwen. Oké. Zijn vandaag gelegd, vanochtend vroeg al. Ja, het is ook maar net wanneer je van je werk thuis komt. Ja, is ook zo. Maar oké, ik trek ook vandaag een andere jas aan. Kijken of dat minder zweet. Ik heb nog zo'n lange dunne groene jas. Die heb ik vorig jaar tweedehands gekocht. Dus ja, ik hou wel mijn vest rond, want het is maar een dunne. Het is maar een jas met nylonvoering, nylonzweet ook. Dus moet je wel wat onder hebben. Anders plakt het weer aan jouw armen vast. Is ook niet lekker. En het is maar een dun dingetje. Er zit niet gewatteerde spullen in. Dus ja, we zullen het beleven. Ik ga dat gewoon aantrekken. En we kijken verder wel, ja. Dus ik wens jullie nogmaals een hartelijk welkom en geniet van je dag, want het is weer stralend, prachtig, mooi weer. Maar ja, er komt verandering in, er is alweer regen voorspeld, dus ja, hou je hart maar vast. Het zal van korte duur wezen dat je kan genieten nog. Dus trek er nog even op uit. Einde van deze dag komt een bewolking opzetten en morgen hebben we sowieso weer regen. Werd er gisteravond medegedeeld bij het weerbericht. Dus ja, hou daar maar rekening mee, zou ik zeggen. Dus lieve vrienden, geniet en tot later. Doei! Ja, hallo lieve vrienden. Ik ben weer al geruime tijd thuis, maar ik ben eerst aan het werk geweest. Ik heb dus boodschappen gedaan. Ik heb enkelaarsjes gescoord. Ik heb, hoe heet het, Vrolijk zit in een cocktail shaker. Tenminste beige met koperkleurig en zilverkleurig. Arwintje, de poezenbeestje, zit in een zwarte urn, maar dat zijn cocktail shakers. Maar ik had voor Eowyn nog nooit. En Eowyn was mijn prinsesje. Maar daar ga ik er nou ook even op, want dat ga ik jullie straks laten zien. Ik ben thuisgekomen, maar gisteren had Elding in de hondenmand overgegeven. Dus ja, die stond vuil buiten, dus die moest ik nog schoonmaken. Nou, dat heb ik ook gedaan. Die is schoon, maar ik heb gelijk nog meer gedaan. Jullie weten dat ik een vlinderstruik heb. Nou, dat ding, dat zwiepte maar voor mijn deur langs. Hij is nog groot, maar ik heb heel wat takken eraf weten te halen. En dat is wel te zien ook. Die hele lange vlak voor de deur, die sweepen deze kant op.
Nou, dat is nou weg. En mijn container die is zo goed als vol, dus er kan al wel wat bij. Ik ga morgen nog weer even verder. Tenminste, als het niet regent, laat ik dat op voor... Van tevoren allemaal zeggen, het moet wel droog zijn. Ik ga me niet naar het regen om een boom te vernoeien, nee. Dus mij leg ook bladertjes. Dat ligt nog in de tuin. De rest heb ik wel opgeveegd. Met eens één dikke band. Ik wil dat dicht hebben. Want ik zit ook met het zand allemaal. Ik wil dat gewoon dicht. Alles wil ik dicht. Alles wil ik met betegeling hebben. Ja, gewoon trottoirtegels. Maakt me niks uit. Dus wie wat over hebt, breng het hier maar naartoe. Wil je maar de rest weten? Nou ja, dan kom je vanzelf wel achter als je slim genoeg bent. Ja. Gewoon even naar Facebook toe, al kom ik daar momenteel ook wel niet veel, maar dan geef je me maar een pb'tje en anders zoek je mijn team maar op, zoals Fred van der Kaap bedoel ik, en Harma Wolting, en dan geef je die maar een seintje en die, dan krijg ik het ook wel weer te horen, ja. Zo is dat. Maar oké, mijn boodschappen. Oh ja, en ik kreeg post van Welzorg. Dat, ja, dat komt toch iedereen te zien. Mijn nieuwe verzekeringsplaatje, maar dat is een sticker tegenwoordig. Hè? Leuk is dat. Maar niet heus, ik vind dat zo absurd. Ja, waarom moet dat een sticker wezen? Nou, ik plak het ook niet op mijn booster, hè? Nee. Ik haal dat oude verzekeringsplaatje, wat er op zat voorheen, die schroef ik los. Daar ga ik de oude sticker vanaf en deze sticker komt er weer op. Voilà! Ja, zo doe ik het hoor. En de stoel ervoor halen, dan zullen we in die kast erop zetten. En dan beginnen we. Even mijn handschoenen eruit halen, die ik toch wel nodig had zo nu en dan. En ik heb koffie en ik moet even water. Even mijn excuus, ik moet even water. Want ik stik van de dag. Ah, lekker. Nee, ik zou ook het terrasje even pakken, maar dat heb ik maar niet gedaan, want dat was me nog te koud voor. Ik heb wel een dunnere jas aan, maar aan de handen was het toch nog koud hoor, ja. Nou ja, we beginnen eerst even met mijn nieuwe enkelaarsjes. Leuk toch? Ja, vind ik van wel. 19 euro. Leuk. Niet duur. Nee. De cocktail zeker. Past echt bij een prinses. Ja, jullie zien helemaal een stukje. Mooi, hè? Echt bij een prinses. Nou ja, dan komt ook haar naam de verschil er weer op, et cetera. Komt allemaal goed. Ja, ik ben er blij mee. Maar hij was wel duur, hoor. Maar ja, zoiets dat verkoopt sowieso Big Bazaar niet. En Big Bazaar is dan wel veel malen goedkoper. Maar Blokker had het ook niet. Die had ook niks meer. En die zei al, als we wel hebben, is het verroeste staal. Ik zei, daar zocht ik eigenlijk naar. Maar ik rijd ik Xenos binnen. Het eerste wat ik zie staan, dat was blik om te oneindigen. Ik denk, wauw. Ik denk, dat voor mijn prinsesje, ja. Helemaal goed, geweldig. Nou, haal ik hier die er maar uit. Dat hebben we allemaal nodig. Dat gaat nou die kast in, want ik heb hier de la vol. Ja, valt net nog te zien. Dus dit gaat de kast in. Heb ik reserve, want ik had geen reserve meer. Stel je voor dat je eens ziek raakt, dat je er echt niet uit kan. Of je doet iets zodanig zeer dat je even niet goed kan lopen, dan wat dan ook. Ja, stel je ook voor wat ik heb gehad. Ik heb mijn boodschap allemaal wel zelf gedaan, maar stel toch dat je iets anders hebt. Ja, dat heet toch even in huis. Zo onderweg voor de hondjes. Ja, ik heb wel vrolijk, maar ik denk, ja, iedereen, je wilt niet steeds vrolijk eten. Je wilt ook wel eens anders eten. Ja, toch? Doen wij ook. Wij eten ook niet altijd hetzelfde. En
nieuwe vleeswaren doosjes. Ja, want ik heb eigenlijk nog wel staan, maar dat zijn roddingen. Daar valt het, de bakjes zomaar van elkaar af. En dat is met deze niet het geval. Nee. Dus die gaan afgewassen worden. Kan ik daar weer nieuwe vleeswaren in doen. En dan kan dat ook weer afgewassen worden. Dan kan ik eindelijk wisselen. Want ik heb wel, zeg ik. Maar die vallen iedere keer van elkaar af. Die sluiten niet goed op een of andere manier. Dus dat ga ik wegdoen. En voor onze kandelaar weer een nieuw bandje. Want dat had ik ook niet meer. Die was van hem kapot. Dus. En dat had ik ook niet meer. Zowat ook op. Nieuw wenkbrauwpadloodje, oogpadloodje. En. Nou ja, dat hebben we ook nodig. Hè? Wij, nou ja, mannen gebruiken het ook. Dat weet ik. Dus make-up doekjes, gezichtsreinigers, noem maar op. Ik er vier van, dus ook helemaal goed. Ja, toch? Ja, heeft toch nodig, hè? Zo. Nou, dan gaat dat in een plastic tas. En dan kan het mee naar boven. Dat gaat hier in de kast. Laarsjes ga ik aandoen, want ik wil weten hoe dat zit. Dat moet ik uitlopen, denk ik, vermoed ik. Ja. Als ze in de winkel zaten, is het gelijk al lekker. Dus ja, dat moet goed komen. Lekker, wijfie. Lekker watertje. Lekker meisje. Ja, vind ik liever hoor. Dus ja, zo dus. Dus dat heb ik. Ja, ben er blij mee. Dat kan weg. Dus, ik heb gescoord. Nou, 19 euro voor een paar laarzen, kom op zeg. Dat is geen geld. Nee. Ik heb ook 25 euro aangehad, maar dat zat me gelijk alweer niet lekker. En dan ben je duurder en dan denk je van, moet beter zitten. Maar nee, dat deed zeer. Nou, dat valt dan al af. Ja, dat doe je weer weg. En ik heb nog voor 29 euro gepast. Ik denk dat valt ook nog in mijn straatje. Maar zat ook niet goed. Nou ja, het moet goed zitten, het moet lekker zitten, het moet fijn zitten. Ja, noem maar op. En ik vind dit wel leuk ook. Ja, het is niet een echte riem, want er zit geen sluiting aan. Nee. Het blijft vast. Ja. Dus ja, zo. Ik ben er blij mee. Nogmaals. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik ga ook opschieten. Ik ga een koffie drinken. De troep hier opruimen. Er staat een afwas op me te wachten. Moet de vaatwas erin. Hey. Ken je dat? Jij gaat flikken in lucht. Ah. Maar ja, gaat goed komen. Zeker weten. Ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Zo, lieve vrienden. En ik ben net weer thuis met Rijka en bemoei je mee. Met Rijka en Elwin. En Kandel, die bemoeit zich er even mee. Die is net weer terug van boven. Maar ja, we hebben even gewandeld. Even weer een blokje om geweest. De normale wandeling die we altijd doen voor naar bed toe te gaan. Want ja, het is de hoogste tijd om deze vlog ook weer af te sluiten. En jullie een welterusten te wensen. En ja, een goede nachtrust. Slaap lekker en met de mooiste dromen die je maar wensen kan. En ja, jij wil er ook bij, hè? Ja, jij wil er ook bij, hè? Ja. Dus wij sluiten bij deze lekker af. En we zeggen tot de volgende dag.